dat kan ik doen. Oh! Oh! Dat kan ik ook doen. En dan kan ik zeg maar hem ook nog als kers op de taart. Yo guys, tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Voordat de video begint ga ik natuurlijk weer een shout-out geven naar een Instagram volger die mij is gaan volgen. En een shout-out van vandaag gaat naar Max.Kousbroek. Jij komt hier ook even mooi in beeld. Dankjewel voor het volgen op Instagram. Super tof. Volg jij mij nou nog zelf niet op Instagram? Dat moet je hier dan ook eventjes doen. Gewoon VTorben. En misschien maak je kans om in de volgende video van mij een shout-out krijgen. Dus volg mij daar eventjes op. En ik heb nog een nieuwe video gisteren gepost waarin ik met Sterren Fortnite ben gaan spelen. Die staat even in de beschrijving. Check die video ook uit en abonneer op Sterren. Dat zou ik super chill vinden, want die video was gewoon echt goud. En dan gaan we nu een fortje Fortnite spelen en kijken of we gewoon kunnen gaan winnen. Oké. Wij gaan gewoon springen en... Oh, mijn controller is bijna leeg. Ik heb hem al aan de lader gedaan. En ja, jullie zien het. We gaan gewoon weer naar Tilde Towers. Klaar. Oké, kunnen die meldingen even weggaan? Dankjewel. Ik zweer, mijn controller zit gewoon aan de lader. Ik doe niks geks. Zou ik het gewoon doen? Landen we gewoon echt hierop? Ben ik zo gek? Op de... Ik ben hier gewoon middenste tower geland. Even deze AT. Wordt al meteen geschoten onder mij. Volgens mij. Ik weet niet. Kom maar door. Ja, hup, kistje. Daar zit in een scar. Nee. Gaat ver. Zo. Is iemand nou aan het hakken hier beneden? Wow, ik heb dit volgens mij helemaal voor mezelf. Ja, hoe noem je dit? Deze toren? Dat hoor ik wel, doe. Yo! Volgens mij kwam ik echt out of nowhere voor hem. Alleen hij had me best wel nog hard geraakt trouwens. Dus ik moet even opletten. Hebben wij hier... Oh, we hebben weer een... We hebben gewoon weer een shield! Kijk! Het maakt ook allemaal niks uit. Oh, hij is daarboven. Ik ga eerst even zorgen dat ik nog wat... Ja, ik weet niet, medkit of zo vind. Ik moet even HP meer krijgen. Heb je een kistje? Ja, oké. Okay. Wat zit in het kistje? Een medkit? Kom op, geef me een medkit. Dat is geen medkit. En dat is ook geen kistje. Hebben we hier nog iets interessants? No! Oké, dit is een beetje jammer. Oké, ja, dit is een beetje jammer. Ik zag volgens mij nog wel een blauwe tactical shotgun. Yes, dank u. Oh. Dank u! We gaan gewoon... Oh, hier ligt een volle pot. Nice. Dan zitten we denk ik wel goed. En er zit er iemand met een minigun. Die gaan we ook gewoon... Huh? Oh, ik wou net zeggen. Waar is mijn wapen heen? Oké. Okay. We gaan gewoon door. Hij staat boven. Oh, shit. Uh-oh. Ik hoor overal mensen. Oei, hij is helemaal lijp. Ah, what the fuck? Oh. Komen er meer mensen? Dank u! We gaan lekker! En jij hebt die medkit, Ivo. Dank u! Wat gaan we lekker. 4 kills, tilted. Alleen wat meer bouwmateriaal. We hebben hier nog... één mini is wel weinig, though. We gaan gewoon meteen door. Kom. Kom maar uit. Oh, laat me hier ook uit. Kom hier. Oké. Waar was dat? Oh, daar zag ik iemand. Volgens mij. Ja. Als je daar op het dak komt, kan ik een boekje. Oh, nee. Waarom doe je dit nou? Uh-oh. Nou, heb ik wel de high advantage. Of nee, toch niet? Of wel toch... Oh.
Of nee, toch niet? Of wel toch? Of niet? I don't know. Ah! Ja, oké. Okay. Ik voelde het even niet meer. Ik wist niet meer of ik die hit van de shot, ja of nee. Maar we hebben hem. Hebben we nou even iedereen geklaard en tilt het weer? Oké, beter gaan we dit potje wel even winnen. De vorige, ik weet niet, 2 video's terug zo ging ik ook naar tilt. Dat gingen we lekker. En toch somehow fuckte ik het up. Dus we gaan proberen om dat nu even niet te doen. En er ligt als het goed is hier nog... Oeh, minigun. Ja, joh, neem maar mee. 400 kogels. Oh, dat vinden we lekker. Dat vinden we heel erg lekker. Oh, ja, die neem ik 1 van pot mee. En, oh, damn. Ik zorg even dat ik nog wat hak. Dus, zoveel bommen hebben we nou ook weer niet. Tam, tam, tam. Ik heb trouwens ook, ik wil jullie dadelijk iets laten zien. Als ik een beetje bouwmatter heb, wil ik jullie iets laten zien waar ik een klein beetje op geoefend heb. En ik denk dat ik wel trots mag zijn. Kijk, jullie weten dat ik de laatste weken niet veel Fortnite heb gespeeld. En dat het een beetje slecht ging, iets minder qua gameplay. Maar ik probeer zeg maar de draad weer op te pakken. Dus gewoon dat ik weer wat, hoor ik iets? Vaker, makkelijker potjes win. En nu heb ik ook nog wat geoefend met bouwen. Dus ik ga het hier even voordoen. Ik ga eerst even hier dat staal hakken. En dan ga ik laten zien wat ik doe. Alleen, ik weet niet of het echt goed is om te gebruiken wat ik wil laten zien. Omdat het gewoon... Maar ja. Oké, ik laat het jullie zo zien. Ik laat jullie even nog in spanning. En dan ga ik zo van... En dan dadelijk. Dan is ze van... Oh, wat? Ik heb altijd het gevoel dat ik niet hoor. Misschien ben ik gek aan het worden, misschien ben ik niet aan het gek worden. Ik weet het niet. Oké. Als ik deze boom heb gehakt en daar die boom, dan ga ik doen. Dan ga ik mijn trucje laten zien. Wat ik een beetje heb leren oefenen. Waarom heeft iedereen die grote portefort in één keer? Ik zei het je. Ik zei het je. Ik wist dat ik dat... Oh. Iemand was, nog iemand achter. Oké, wacht. Oké, nou kan ik meteen laten zien trouwens. Kijk, je kan dit doen. Maar je kan ook zo doen. Oh, wacht. Zo. En... Nee! Kijk hoe sterk dit is. Even serieus. Oh, ik wil hem pakken. Hij is weak. Maar in ieder geval, kijk. Ik heb gewoon daar 4 dingen gebouwd. Gewoon 4. Doe me na. Je kan zeg maar trappetje. En dan normaal en dan muurtje, maar... Nice. Heeft hij nou die guy gekild waar ik op schoot? Heeft hij hem gekild? Ja. Ah, oh, shit man. Maar er was... Nog iemand met een sniper. Daar. Daar. Oh, ik ben echt lekker bezig. Nou wil ik hem wel gaan pakken. Kijk. En dan kan je hier... Kijk, ik ga vallen met zwakken. Oh, nee. Vanaf de zijkant zal ik het even laten zien. Kijk hoeveel dit is. Dit is knijterveel. En het is fucking sterk. En best wel moeilijk om te verdedigen. Maar het kost heel veel bouwmateriaal. Dat is dus een beetje het nadeel. En nu gaan we even hier omhoog. Ik hoop gewoon zo erg dat ik dit potje even niet opfuk. Uh-oh. Oh. Oh! Oké. Oké, nou heb ik er 1.
yes. Oh, ik had het gewoon bijna weer opgefukt. Waar ik zo bang voor was. Woe. Oh, alsjeblieft zeg dat iemand bandage heeft. Nope. Shit. Oh, ik heb 8 HP. 8 HP en ik fuck het gewoon echt bijna op waar ik dus bang voor was. Ik zag het wel voor me dat... Gaan we nou ook nog even serieus snipen? Oh, alsjeblieft niet. Ik weet ook niet vanaf waar het was. Oh, poep, yes. Nou krijgen we stress. Bandage, bandage, bandage. Ja! Dank u. Oké, okay, ik voel me al iets veiliger. Damn. Dat was echt even een close call. Holy shit. Bandage door. Als het goed is moet dit genoeg zijn. Zo, nog eentje. Kunnen we minigun weer meenemen. Oh, ik ben zo blij dat ik 2 volle potten had. Als ik die niet had, dan was ik sowieso wel dood geweest. Er was iemand op mij aan het snipen en ik... Ik weet niet waar die is. En dat geeft mij stress. Dat geeft mij een beetje stress. Zo, gaan we hier omhoog. Hier omhoog. We hebben 9 kills. We hebben 9 kills. Het gaat prima. Staat daar nog iemand? Nee. Vogelverschrikkers, jongen. Oh, daar word je niet goed van. Don't. Man. Oh, nee. Ik heb zeg maar een kabel in mijn controller. Mook irritant. Over irritant zijn gesproken. Oh, wat is dat kut als iemand dat doet. Sorry, dat ik weet dat ik het zelf nu doe, maar echt. Ik zou helemaal lijp worden nu. Als ik hem was, ik zou helemaal lijp worden. Ik gebruik zo vaak de laatste minigun, want dat ding is gewoon echt knijtersterk gewoon. Oh, sorry man. Ik heb gewoon oprecht medelijden met deze dude. Minigun is gewoon veel sterk. Oké, nog 6 mensen live. We kunnen 15 kills pakken dit potje. We can do that. Ja. Het is nou hier een beetje iets te stil en iets te rustig. Dit klopt niet. Ik kan dat dadelijk van allerlei mensen in bosjes zitten. Ik hoor namelijk geen kogels, niks. Zit hier iemand in? Nee. Ik zie ook nergens gebouwd worden, dus ik ga ervan uit dat het misschien een beetje campers zijn. I don't know. Hallo? Mensen hier ergens? Oh, daar. Jij wil een drop pakken. Oh, kijk. Daar gaan 2 mensen eerst vechten om die drop. Gezellig. Dan ga ik zo daar die berg op. Een beetje de high advantage zoeken, zeg maar. Waardoor ik dan... Oh, ik kan ze misschien allebei killen. Dat kan ik doen. Oh. Dat kan ik ook doen. En dan kan ik zeg maar... hem ook nog als kers op de taart. Oh. Oh, serieus. Oké, ik ga daar ook gewoon niet in. Nee. Ik bespaar hem. Oh, die doet pijn. Oh, wat gaan we lekker. Oh, daar. Next target. Nee, jij gaat me niet snipen. Ik jou wel. Oh, wat gaan we lekker, jongens. Ik zweer, ik ben echt blij dat ik weer
een beetje fatsoenlijk Fortnite kan spelen. Zo. Nou, voordat ik het weet krijg ik zelf een snipe dadelijk in mijn mel. Oké, jij mag even openen. Oeh, goud. Kijk, daar houden we van. En die medkit eigenlijk ook. Zo, top. Ik denk, ik laat die gast nog even leven, weet je wel. We hebben ook echt knijterveel materiaal. Yes. Dit is lekker. Ja, oké. Zou die hierheen komen? Nou, dan heeft hij wel echt ballen. Als hij dat doet. We gaan naar hem toe. Zou hij naar dat huisje zijn gegaan? Of zou hij daar binnen zitten? Ik denk dat hij naar dat huisje is gegaan. Als ik heel eerlijk ben. Ik weet niet wat hij anders zou doen namelijk. Zullen we hem verrassen met zo'n... Oh, hij zit hier beneden. Serieus? Huh? Wacht. Maar als je maar... Huh? Ik zweer, deze dude zit hier. Waar is hij? Hoe is hij maar... Hoe dan... Huh? Helemaal... Wat? Oké, hij was gewoon echt totaal de andere kant op gegaan. Oké. Dat, ja, dat bouwwerk had me een beetje gemindfucked. Kan ik hier omhoog? Pak deze, dank u. En die laatste, die... Oké, die is daar. Nou, kijk, nu kan ik ze zo doen. Oh, dit is de verkeerde kant. Doe ik zo. Hup. Dit is niet kapot te maken. Oké, misschien wel. Oké, dat moeten we niet doen. We moeten niet opfucken. Auw. Nou, hier ben ik dus heel goed in nu, hè. Hij killed zichzelf met een... Oh, nee. Dit gaan we terug... Oké, dit gaan we terugkijken in replay modus. Dit wil ik even serieus terugkijken. Oké, we gaan het even samen terugkijken. Ik ben daar boven, hij is hier beneden. Ik pak mijn minigun, ik ga een beetje kutten. Ik wil het meer vanaf zijn perspectief zien, zeg maar. Hij bouwt hier een beetje en daarna pakt hij dadelijk ergens een grenade launcher, volgens mij. Nu. Hier. Deze raakt hij me, volgens mij. Die was wel, dat was een sick hit. Ga ik niet omheen draaien. Maar hier. Eentje ketst gewoon vol terug. Oh, jongen, wat jammer voor jou, helaas. Maar hey, GG, we hebben 13 kills gepakt, gewonnen in Tilded. Ik vind het helemaal prima. Vond je de video nou leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden op mijn kanaal als je nog niet hebt gedaan. En doe even een belletje aan. En dan zie ik jullie morgen weer om 7 uur bij een nieuwe video. Later. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it.